Zo, daar staan we dan. Richard, bedankt. Heel erg bedankt voor het wegmaaien van al dat gras voor mijn voeten. Wat moet ik nu nog doen? Volgens mij heeft hij het verschrikkelijk goed uitgelegd, of niet? Dat gaan jullie nooit meer vergeten, toch? En dan moet ik nog aanvullen. Zonder muziek. Moet ik jullie gewoon dingen gaan uitleggen? Dat is saai. Maar ja, hij heeft het leuke gedeelte al gedaan. Maar ja, ik hou mezelf altijd voor, hè? Het gras bij de buren, hè, zeggen we wel eens. Het gras bij de buren is altijd groener, hè? Is altijd groener, het gras bij de buren. Ik keek naar hem als buren en ik vond dat gras erg groen. En weet je hoe dat komt? Dat het gras bij de buren altijd groener is? Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Wie? Afstand? Bijna? Want zijn jullie wel eens naar dat groene tuintje van die buren toegelopen? Je kijkt er schuin op. Dat is het enige. Dus ik keek er schuin op, wat Richard heeft gedaan. En ik denk, ach, weet je wat, als ik er ga staan, valt het best wel mee. Valt het best wel mee. Ik ga jullie echt wat ondergrond meegeven over die verschillende drijfveren. Is iedereen duidelijk nu wat een drijfveer is? Ik heb er wel een beetje een eigen definitie bij. Dat is het drijfvermogen van je gedrag. Zeg maar even nadenken. Het drijfvermogen van je gedrag. Van wat je doet naar elkaar. En ik vind dat soort uitspraken wel leuk. Want ik ben geel. Het mag voor mij wel een beetje complex zijn. En jullie snappen nu al wat dat is, hè, geel. Ik ga jullie meenemen in een verhaal. Maar jullie zitten dagelijks met andere mensen aan tafel. Met klanten, met adviseurs, met mensen van de bank. Sommigen zitten in je energie. Sommigen gaat vanzelf. Anderen denk je van, nog drie vandaag zo en ik kom niet meer thuis. Maar weet je wat er gebeurt elke keer weer? Wat er gebeurt, je probeert iets uit te leggen. Je probeert een beeld te vormen van de oplossing voor de klant. De klant probeert een beeld te vormen van wat gaat mij allemaal overkomen. En dan heb je een goed gesprek gehad samen. Richard heeft het al gezegd, het woord begrijpen, elkaar begrijpen. En weet je wat er bijna altijd gebeurt? Bijna altijd. Dan gaan jullie uit elkaar en de beide personen hebben een ander beeld. Van dezelfde werkelijkheid. Ik heb een heel simpel voorbeeld, die bestaat al een poos, een heel simpel voorbeeld hoe makkelijk dat kan gaan. Let op. Zegt de een tegen de ander. En die weet hoe zijn hond eruit ziet. Zegt de een tegen de ander, ik heb een mooie hypotheekvorm voor u. En de ander, oh leuk. En die stelt nog een vraag ook. Is het een grote? Is het een langharige? Dus je gaat vragen stellen, hè, naar elkaar. Wilt u dit? Wilt u zus? Ja, maar zegt de klant, kan het zo? En moet ik dan? En ondertussen ontstaat het beeld en je bent aan het eind van de meeting. En ja hoor, we zijn het eens met elkaar. We hebben samen een gezamenlijk beeld. En de klant gaat weg met, ik heb het goed geregeld. Dat gaat heel mooi voor mij uitkomen. En de adviseur die zegt van, prachtig. En de bank zegt van, zo kunnen we er wel mee door. En voordat weet, zijn de beelden uit elkaar. Hoe kan dat nou? Nou, Richard heeft dat al een beetje duidelijk gemaakt. Mensen kijken naar de werkelijkheid op hun manier. Vanuit drijfveren. Nou, hoe zit dat dan? En dan krijgen jullie zomaar, en dat komt een beetje misschien ook omdat ik lesgeef op de HBO, een model. Dat is iets anders dan muziek, dat is iets anders dan leuk, maar ik ga jullie een model laten zien. Hoe zit dat nou? Heel simpel, maar dat kunnen jullie wel aan, denk ik. Dat kunnen jullie wel aan, een model. Dat model dat zegt, wat we van elkaar zien, dat is gedrag. Wij zien elkaar van alles doen. En dat gedrag is ook het enige wat we van elkaar zien in de omgeving waar we zijn. Ik zal jullie een heel leuk voorbeeld geven.
Ik heb CAO-onderhandelingen gedaan. Samen met een maat uit de ondernemingsraad zitten we tegenover de directeur. En de directeur die probeert zo weinig mogelijk salarisverhoging te geven. En wij willen zoveel mogelijk. En wij gaan onderhandelen. Nou, dat woord kennen jullie wel, onderhandelen. Het zal dagelijks gebeuren. En wat deed die directeur? Als hij met mij aan het praten was, of als ik aan het praten was, keek hij naar mijn maat. En als mijn maat aan het praten was, keek hij naar mij. Ik zei, nou, dat vind ik gek. Dat vind ik eigenlijk niet eens fatsoenlijk. Als ik tegen je praat, dan kijk je toch naar me of niet? En later ben ik naar hem toegegaan en zeg, moet je me toch eens uitleggen, waarom doe je dat nou? Nou, zegt hij, alles is gedrag. Als ik met een onderhandeling ben en jij bent aan het praten, dan kijk ik naar het gezicht van jouw maat of jij wel de goede dingen zegt. Want dan kan hij aan het gezicht van mijn maat aflezen. Als ik het spannend maak, of als ik iets zeg wat eigenlijk niet afgesproken is, dan ziet hij dat aan het gezicht van mijn maat. Zo bepalend is gedrag, wat je ziet van elkaar. En hij wilde dus een wig slaan, hè? Zodat wij het samen oneens waren. En dan kon hij verder. Gedrag is heel erg bepalend. Maar jullie weten allemaal, gedrag ontstaat niet zomaar. Gedrag, daar zit de capaciteit aan de grondslag. Jullie kunnen heel wat, jullie weten heel wat. Jullie hebben ervaring. Je hebt al heel veel gezien. Je neus gestoten. Successen behaald. Moeites gehad. Je hebt heel veel geleerd. En dat stuurt je gedrag. Dat stuurt je gedrag. Als ik met je aan tafel zit en je bent heel deskundig aan het uitleggen hoe dingen zitten, dan merk ik aan die uitleg dat je weet, dat je kennis hebt, dat je kunde hebt en dat je het nog kan uitleggen ook. Dat merk ik direct. Maar er is meer dan alleen die capaciteiten. En heel veel meetsystemen, persoonlijke assessment testen en zo, die meten dat vooral. Die meten die capaciteiten. Maar er is meer, want je bent ook iemand. Een eigen identiteit, met gedrag, met voorkeuren, met eigenschappen. Leuke, handige, minder handige eigenschappen, misschien wel moeilijke eigenschappen. Dat zit er allemaal in, daar blijven we af. En weet je wat nou zo leuk is? Die drijfveren, hè, waar we het net over gehad hebben, die op een spectaculaire wijze tot jullie zijn gekomen. Die drijfveren zitten daar. Die zitten heel dicht bij je ik. Ik noem dat wel eens, de drijfveren, dat is het venster waardoor jouw ik naar buiten komt. En weet wat je drijfveren zijn. Nou, je hoeft maar ietsjes naar beneden te kijken en je weet wat je belangrijkste drijfveren zijn. Dat is al gemeten. Even by the way, er zijn een paar mensen die hebben de test nog niet kunnen maken, om allerlei redenen. Die krijgen het alsnog aangeboden en alsnog de uitslag toegestuurd. Even zo tussen. Want vanmiddag gaan we ermee aan de slag, hè? Met je eigen profiel. Daar zitten die drijfveren. En is het dus heel essentieel dat je weet hoe dat zit. Want die drijfveren bepalen nogal veel gedrag. Bijna alles. En gedrag is wat we zien van elkaar, hè? Nou, er zit nog een gat. En dat gat, dat is heel spannend. Ik vind dat het meest spannende nog. En hoe noemen we dat? Dat zit keurig in het model. Je overtuigingen. Je overtuigingen. Je overtuigingen, ik vind het nu niet verstandig om rechtstreeks vanuit mijn drijfveer mijn werk te doen. Ik vind dat niet verstandig. Ik heb een overtuiging om mij aan te sluiten op de ander. Ik heb de overtuiging, ik kom een rode klant tegen, die krijg ik aan tafel en zelf ben ik groen. Ik ben sociaal, invoelend, begrijpend, groen. En die klant is hartstikke rood. En die gaat zitten. Nou, gaan we doen vandaag. Ik moet over 10 minuten weg. Kunnen we het even regelen? Shit, denk je. Wat nu? Hè? Dat heb je soms. Kom je ook nog met zo'n heel formulier aan? Zo'n DVD. Kom je ook nog mee aan? Jongens, kun je dat even voor me invullen? En ik wil even weten waar ik aan toe ben, want ik heb over een kwartier weer een andere afspraak. En jij bent groen. Ik zeg, ja, maar meneer, begrijpt u nou alstublieft. Hè? Daar ga je. Dan kun je met je overtuigingen, als je dus kennis hebt,
van drijfveren en je herkent ze bij de ander, daar gaan we vanmiddag ook nog heel druk mee aan de gang, kun je de overtuiging hebben om je daarop aan te sluiten. Als ik bij een directeur kom, ik ben geel-groen, als ik bij een directeur kom en ik wil graag de opdracht, en die directeur die zegt, nou ga zitten, hè? En ik heb het gewoon goed voorbereid, en die directeur die zegt van, kom je doen? Kom je doen? Nou, ik kom maar uitleggen, uitleggen. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar wat gaat het mij opleveren? Vertel eens. Even heel staccato. Dan moet ik aansluiten. Uit puur respect misschien wel. Maar ik moet aansluiten. Uit respect voor die man. En doe ik dat niet, sta ik ook binnen diezelfde kwartier weer buiten. En zal ik nooit een opdracht krijgen. Maar als ik er wel op aansluit, dan zegt die directeur, hey, goeie vent, kunnen we leuke dingen mee doen. Gaan we weer. Dat is die overtuiging. En dan in mijn lessen zeg ik, is dat helder of heeft iemand een vraag? Denken we dat we dat kunnen met die overtuiging? Ik ga verder. Dat is ook een stelling. We hebben heel erg in het begin van Paul een paar mooie stellingen gehad. Er zat heel veel onder. Het waren mooie stellingen. Jullie moesten gaan staan of zitten blijven. Maar mijn stelling is, gewoon een stelling, daar hoeven jullie niet op te reageren. Drijfveren bepalen voor het grootste deel het gedrag en niet de competenties. Dan kun je zeggen van ik heb heel veel geleerd, ik heb heel veel op een rijtje, ik heb geleerd hoe ik klantgericht moet praten en ik heb geleerd enzovoort. Die drijfveren bepalen meer nog dan wat je geleerd hebt. Want als jij niet gericht bent op de klant vanuit jezelf, maar meer gericht bent op alles keurig geregeld hebben, en je gaat een training klantgericht werken doen of zo, en je zit tegenover de klant, dat is vaak nog gekunsteld ook. Maar als je drijfveren aanspreekt, als je het helemaal vanuit jezelf haalt, dan kun je hem veel meer dan je denkt. Dat is dezelfde meneer Graves. Een vrij slechte foto, maar toen hij die leeftijd had, hadden ze nog niet zulke hoge resoluties, zeg maar. En net als Richard al zei, alles verandert. De levenomstandigheden veranderen, die drijfveren ontwikkelen zich. Een prachtig verhaal over gehouden. De maatschappelijke context, de groei. Allemaal netjes uitgelegd. Ik ga het straks nog een beetje anders doen. Ik ga het over de eigen drijfveren hebben. Niet van de maatschappij, maar van jezelf. Van jullie zelf. En het mooie is, als je daar zicht op krijgt, dat is morgen niet veranderd. Dat is over 2 maanden ook niet veranderd. En over 1 jaar ook niet. Dat zit zo dicht bij jezelf, dat zit zo dicht bij je ik. Als je daar mee hebt leren werken, dan heb je daar voor jaren plezier van. En het mooie is, dat ga ik straks ook nog vertellen, ieder mens, iedereen, jullie allemaal, heeft 7 drijfveren. Alle 7, jullie hebben ze allemaal. Niet 2, zoals op het kaartje staat, maar je hebt ze allemaal. En hoe zit dat dan? Nou, dat heeft Richard ook al gezegd, die heeft dat al genoemd. Hè? Iedereen heeft een eigen bril waarmee hij naar de werkelijkheid kijkt. Dus mijn bril, en kijk maar eens bij jullie zelf, ook al heb je geen bril op. Dit zijn de 2 brillenglazen. Zo kijk ik naar de wereld. Ik kijk op een geel-groene manier naar de wereld. Kijk voor jezelf, dat is de manier waarop jij, jullie, naar de wereld kijken. En dat is dus per definitie anders. 2 mensen kijken per definitie anders. Zelfs als ze dezelfde kleur hebben. Maar dat gaat nu iets te ver. Dus, wat meten we nu? Jullie krijgen vanmiddag je eigen drijfverenprofiel. En ik zeg wel eens tegen mensen met wie ik aan het duiden ben. Dat is het belangrijkste A4'tje over jezelf. Die gaan jullie vanmiddag krijgen. Het belangrijkste A4'tje over jezelf. We gaan ermee aan de slag. We gaan een workshop zetten. En als jullie vanmiddag bij de borrel zijn, dan heb je hem nodig ook. Denk je dan. Nou ga ik jullie. Ik ga jullie de drijfveren, zoals Richard ze heel sprankelend heeft neergezet. Ik ga jullie dat ook een beetje modelmatig nog een keer laten zien. De kracht van de herhaling misschien wel. He, en die drijfveren spiraal, die dubbele helix, die zit hier ook weer in.
Maar ik ga het jullie nu vertellen, uitleggen aan de hand van de ontwikkeling van een kind, van een mens. Niet aan de hand van de maatschappij, maar hoe zit dat nou bij de mens? Zo heeft meneer Graves dat ook bedacht. En daar hebben jullie misschien wel beeld bij. Want dat kind, dat wordt in de wieg gelegd. En dat kind, dat heeft heel veel geborgenheid nodig, veiligheid nodig. Moederliefde nodig, bescherming nodig. Onder het motto, ikke vieze luier, ikke schreeuwen, ikke schone luier. En dat wordt dan ook geregeld. Ikke honger, ikke piepen, ikke weer eten. Maar op een gegeven moment dat kind, ik ben net opa geworden, 2 jaar geleden. Mijn oudste kleindochter is 2,2 nu. En dan zie ik de volgende drijfveer. Want mijn kleindochter komt erachter. Daar heb ik bij mijn eigen kinderen nooit zo bewust op gelet. Maar ik kom erachter van, hé, ik ben er ook zo één. Als van die mensen die om mij heen lopen. Ik ben er ook zo één. Hé, verhip, ik kan dus ook iets doen. Ik kan dus ook, wacht eens even, ik ga nee zeggen. Ik ga nee zeggen. Ik kan zelf doen. Kijken wat er gebeurt. Er zijn volwassenen die hebben dat nog steeds, hoor. Die hebben dat nog steeds. Ik kan zelf doen. En dat heet dat heel netjes van, je hebt moeite met, hoe heet dat ook alweer? Delegeren of zo, hè? Ja, ik kan zelf doen. Maar dat kind kan dat niet blijven doen. Die kan dat niet blijven doen. Die moet orde en structuur krijgen. Regelmaat. Handen wassen voor het eten. Als jij schreeuwt, krijg je je zin niet. Je kan het netjes vragen. Er komt steeds meer structuur voor dat kind. Dat is de wij-kant weer. Hè? Dat zei Richard net ook, dat is de wij-kant. Ik krijg steeds meer structuur, want er zijn andere mensen om me heen. En er zijn regels. En zo hoort het, want anders wordt het een grote bende. Dan wordt het een chaos. Maar al opgroeiend komt deze ik-drijfveer weer naar boven. Dat is eigenlijk de rode, maar dan via de structuur. Dat is die spiraal, hè? Via de structuur. En wat doet dat? Hoe kan ik mij nou manifesteren in die structuur? In alles om me heen. Hoe kan ik dat nou doen? Nou, kind gaat op sport. Gaat resultaten boeken. Gaat winnen. Wedstrijden. En de ouders zeggen dan, jij moet winnen, hè? En tot de meest extreme proporties, zo daar langs die lijn. Toch? En, maar als dat kind daarmee bezig is, dan zegt hij, hey, er zijn ook vriendjes, vriendinnetjes, mensen die niet zo goed kunnen winnen, mensen die wat moeite hebben, mensen die op een andere manier ook wel heel leuk zijn. Dan komt die sociale component. Vriendengroepen, meidengroepen. Met mijn kinderen was het heel sterk. Die hebben echt gelukkig een hele mooie vriendengroep. Die zijn totaal verschillend. En dan als vanzelf ontstaat de gele drijfveer van, weet je wat, ik ga er naar kijken, ik ga erover nadenken, over alles wat daar gebeurt. Ik kan nadenken over mensen, ik kan nadenken over resultaten, ik kan nadenken over structuren, ik kan nadenken over posities. Weet je wat, als we het nou eens zo doen, of als we het nou eens zo doen, ik heb een nieuw concept, het kan anders. Ik heb een creatieve oplossing. Het kan slimmer. Erover nadenken. En richting mensen, ik ga inspireren. Ik ben hooggeel. En eigenlijk heb ik een slechte week gehad voordat ik hier sta. Zeg ik maar eerlijk. Want ik had een presentatie gemaakt. En ik denk, ja, maar dat kan anders. Dat kan beter. En als ik nou eens zus. En als ik nou eens zo. En als ik nou eens dit weghaal. En als ik nou eens... Ik werd soms moe van mezelf. Maar geel wil het altijd anders, wil het altijd beter, wil er altijd over nadenken. En dan kom je als vanzelf in de turquoise kleur terecht. Namelijk, ik ben niet zo belangrijk meer, zit er in de wei, denk wel na, maar dan komt het in het brede verband, dan komt het holisme. Ik heb gemerkt dat er niet zoveel turquoise in de zaal is. Maar dat is die spiraal. Nog een keer, maar dan uitgelegd. En dan zien jullie hier het kernwoord van de spiraal, hè, van de kleur. Resultaat bij groen, harmonie, of harmonie bij groen, resultaat bij oranje. Maar je ziet er ook een ander woordje onder staan. Je ziet er een ander woordje onder staan. Dat is de
schaduwkant, zoals Richard zo mooi zegt, de schaduwkant misschien wel van die kleur, maar hier staat eigenlijk zoals een ander die niet die kleur heeft het kan ervaren. Dus dat ene plaatje kan jullie al heel veel informatie geven. Want hoog oranje, er is veel oranje in de zaal, resultaatgericht, scoren, we gaan het voor elkaar krijgen, groeien, beter doen. Maar iemand die hoog groen is, sociaal betrokken, die zegt al heel snel, wat een haantje. Wat een egoïst, hij houdt geen rekening met. Iemand die hooggeel is, effectief. Hè? Nadenken over, het kan morgen altijd beter, conceptueel. En iemand die dan blauw is, die kijkt naar geel, van ja, maar dat is niet praktisch. We kunnen maar beter volgens de regels de boel afhandelen, want dat is veel praktischer. En andersom, iemand die geel is en ruimte en vrijheid nodig heeft, die kijkt naar blauw. Star, hè? Staat er, starheid, wat star, hé, kun je ook nooit wat mee. Moet altijd volgens die regels, kom op, moet anders. Je zal maar een hooggele klant aan je bureau krijgen. En jij probeert heel gestructureerd een goede hypotheek tot stand te laten komen. Met 12 formulieren en uitdraaien van loonstrookjes en weet ik al niet meer. En die klant zegt, ja, dat weet ik allemaal wel, maar kan het niet zo? Mijn situatie is toch uniek, kan het niet zo? Kun je dat even niet voor me regelen? Kan dat niet anders? Je zal er maar één tegenover je hebben. Hè? Mijn adviseur, die gaat binnenkort mijn tafel krijgen. Mijn huis wordt verkocht. En, wat is de hoogste kleur? Geel? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Wij kunnen elkaar wel vinden. Mijn makelaar is oranje-rood. Daadkrachtig en die heeft moeite met mij. Dat merk ik ook. En dan pak ik mijn groene drijfveer pak ik op, om dan toch in de goede sfeer tot een goed einde te komen. Ik weet niet wat er gebeurt als ik een gele makelaar tegenover me heb, of een gele adviseur tegenover me heb. In Azië hebben ze daar geen probleem mee. Nee? Het kan maar zo anderhalf uur duren dan, hè, in plaats van een uur. Geen makelaar. Ja. Ja, een goede adviseur voor de boy, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. En moet ook wel kennis hebben. Het is dus nooit alleen maar één kleur. En dat is een mooi bruggetje. Jullie hebben ze allemaal. Iedereen heeft al deze kleuren. Het hele systeem is aangelegd. En door een wonderlijk proces, wat wij niet weten, net als muziekvoorkeur, het heb je gewoon, het heb je niet, er ontstaat voorkeur voor bepaalde kleuren. Manier van doen, een gedragspatroon wat hoort bij een bepaalde drijfveer. Dat ontstaat. Maar wat ook ontstaat, is dat je een allergie ontwikkelt. Op een andere, of misschien wel dezelfde kleur, maar dan bij een ander. En dat is ook heel goed om te weten. Daar gaan we vanmiddag nog dieper op in. Iedere kleur kun je ook een allergie op ontwikkelen. En stel dat je een klant bent en je komt bij je adviseur en die adviseur die zit in jouw allergie. Die doet dingen waar je helemaal niks mee hebt. Jij houdt van klassieke muziek en die adviseur die houdt van rock. Helemaal niks mee. En toch wil je samen een goede deal maken. Jullie hebben allemaal een A4'tje gekregen waar die kleuren netjes op een rijtje staan. Dat is voor achtergrondinformatie. Op dat ene A4'tje heb je een overzicht van hoe zien die kleuren eruit en wat betekent dat? Wat hoort er bij die kleur? Dan heb je dat mooi op een rijtje. En voor jezelf kun je alvast in die klommetjes ernaast neerzetten hoeveel heb ik met die kleur. Hoeveel heb ik met paars? Hoeveel heb ik met... Gewoon gevoelsmatig, schaal 1 tot en met 5. En de twee hoogste, die heb je al. Die staan op je kaartje. Dat is een kleine vooroefening. Ik ga in een half uurtje tijd, ga ik elke kleur nog een keer langs. De kracht van de herhaling. En bij elke kleur, stel voor jezelf vast wat je ermee hebt. Eén is laag, vijf is hoog. Tenminste, getalsmatig wel, toch? Of... Paars is de kleur. En ik kom weer terug op wat Richard heeft gezegd. Paars is de kleur van de traditie. Van veiligheid. Van vertrouwen. Van loyaliteit.
Paars is de kleur die je bij best veel mensen ook nog terugziet. Bij familiebedrijven, bij situaties waarbij je graag er werkt om reden van dat is vertrouwd, dat is veilig. Dat is veilig. Een klein voorbeeld. Mijn schoonvader is 73. Samen met zijn beide schoonbroers hebben ze een familie van 120 personen. En elk jaar kost me dat een zaterdag. Want dan hebben we familiedag. En ze vinden dat zo ontzettend belangrijk. Er wordt een half jaar naar uitgekeken. Wij hebben een familiedag en dan zien we elkaar weer. Want als we dat niet hebben, zien we elkaar niet meer. Ik denk, ja en? Ik heb niks met paars. Dat is mijn probleem. Ik denk erover na. Ik heb hooggeel. Ik denk erover na. En mijn schoonvader en ik, dat gaat op dat terrein niet erg soepel. Hechten aan het oude vertrouwde. Hechten aan. Mijn schoonvader is behoorlijk orthodox qua geloof. Prima, maar traditie staat bovenaan. Traditie staat bovenaan. Is helemaal prima. Is mijn probleem dat ik er niks meer heb. Dus als ik met mijn schoonvader in gesprek ga, dan moet ik daar rekening mee houden, vind ik. Want ik mag hem daar best op respecteren. Een paar beelden. Bij paars, kijk voor jezelf, hè? Kijk voor jezelf, hoeveel heb ik daarmee? Als ik paars ben, dan vind ik zaken als moederdag vind ik belangrijk. Familiedag vind ik belangrijk. Een vertrouwde werkomgeving vind ik belangrijk. Ben ik wellicht ook gek op het Koningshuis en alle rituelen die eromheen... Ik heb nog steeds niet begrepen waarom dit het Oranjehuis heet, zeg maar. Dat zou paars moeten zijn. En nog een heel ander voorbeeld. Dit wel doen. Deze club. Daar hebben jullie vast niet zoveel mee, schat ik in. Maar dit is een ongelooflijk paarse club. Je hoort erbij. En dan vind je dat prima. En dan accepteer je alles. Of je hoort er niet bij. Dan word je eruit gegooid. En dan hebben ze nog een tweede kleur. De volgende kleur rood, dat doen ze dan op wel een behoorlijk rode manier. Dus dit is echt paars. Een paarse uitstraling, dat heb ik ook wel eens gehoord. Wie heeft een paarse? Ze geven je kop een paarse uitstraling met een flinke weg. Ook dat, maar ze zijn in staat om alle kleuren eruit te halen. Ja. In de reclamewereld wordt daar ook aan geappelleerd. Aan dat paarse gevoel, dat gevoel van traditie. Dan gaat het niet meer over het product zelf, maar spreekt de reclame het gevoel van die traditie aan. Een mooi voorbeeldje van? Persoonlijk vind ik hem geniaal. Maar appelleren aan traditie, hè? Ik bedoel, ze zeggen niks over de smaak, ze zeggen niks over traditie. En zeggen, ja, ik ga Amstel drinken. Bij mij lukt dat niet, bij heel veel mensen weer wel. Beetje gevoel bij de paarse drijfveer? Nog vragen daarover, dan ga ik naar rood. Als ik rood ben, als ik even rood doe en jullie worden een beetje onrustig, dan zeg ik jongens, nou even kop houden. Hè. Even, ik moet nog wat meer doen. Ik heb nog meer te doen vandaag. Rood is daadkrachtig. Rood is besluitvaardig. Ik heb een nieuw woord bedacht wat bij rood hoort. Rood is besluitvaardig.
Er zit gang in. Snel besluiten, beslissen, daadkracht, gaan, opschieten, kom op. Positie bevechten. Nou, we hebben het bij Reset ook gezien, al een paar van die prachtige termen. Rood is, ja... Ik heb een nieuw model geïntroduceerd op de opleiding, op de hbo-opleiding waar ik lesgeef. Dat noem ik het SAA-model. Het SAA-model. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Ergens? Niet? SAA? Nou, rood gebruikt dat model nog wel eens. En het SAA-model, dat is het scheid aan alles model. Goed onthouden. Ik zie het nu in de producten van mijn studenten terug. SAA-model, footnote van de belt. Ach. Dus rood is echt van, jongens, gaan. Ja, maar nee jongens, gaan, nu. Ik zat vorige week nog bij de baas van de Dental Group. Even een technisch laboratorium. Zit heel veel bij, heeft geld nodig van de bank. Is panden aan het kopen, is tandarts praktijk aan het overnemen. En hij beslist ongeveer ter plekke dat hij er weer eentje gaat aanschaffen. En die banken, ja, zit die banken, jongen, die begrijpt mij niet hoor. Die begrijpt mij niet. Dan kan ik 3 weken wachten op een voorstel, dat kan toch niet? Je maakt toch even een voorstel voor me? Waarom doen ze dat nou niet? Ik moet toch door? Dus die was behoorlijk geagiteerd over hoe hij vanuit de financiële wereld ondersteund werd. Aan de andere kant denk ik van, ja jongen, we gaan jou niet overal je zin in geven natuurlijk. Rood is daadkrachtig. Snelheid. Een paar beelden erbij. Herkenbaar, denk ik. Kennen jullie deze meneer nog, daar in het midden? Jan Timmer. Philips. Ging bijna collectief ten onder. Meneer Timmer erbij, die heeft alleen maar rode interventie gedaan. Daar zoveel mensen uit. Die gaan we opheffen. Ja, maar nee, die gaan we opheffen. Moet nu. En dat heeft Philips in die tijd best gered. Dus rood is soms ook wel heel verschrikkelijk handig. Als het niet gaat zoals het moet, kun je dan snel beslissen hoe het anders moet. Mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag, tuurlijk. Is rood ook autoritair? Dat is nou mooi. Dat is een mooie vraag. Is rood autoritair? Ja? Ik hoor een nuance, alles heeft 2 kanten. Rood wordt wel vaak autoritair gevonden. Door andere kleuren, door andere drijfveren. Als je zelf rood in je profiel hebt, rood-oranje in je profiel hebt, vind je dat helemaal niet. Of als je veel geel in je profiel hebt, dan zeg je, ja, er zitten 2 kanten aan de zaak. Je kan er ook anders naar kijken. Toch? Ik heb een filmpje wat rood illustreert. Het is een klein beetje overdreven, maar wel leuk. Een organisatie waarin rood wordt ingevoerd. Om het effectiever te krijgen. What's really impressed me is how Terry's become part of the Belcher family. He
running. Surprise, man! Happy birthday! As profits increase, the margin reaches a second break-even point here, after which Enterprise falls into loss. Any questions? You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Janice! That's not to say that Terry's gone solid. He still does what he does best. Message clear. Het is een beetje overdreven allemaal. Maar jullie hebben wel iets met rood, denk ik. Dan komt blauw. Ik ga omwille ook van de tijd er even doorheen. Dit zijn woorden die jullie al gezien hebben. Blauw is orde, structuur, netheid, formulieren. We moeten alles goed regelen. En mensen, er staat zo'n bordje bij energiek. Een van de zalen heet ook zo, energiek. Mensen die veel blauw hebben, die gaan. En die gaan door. Want het moet af. Eerst dit, dan dat, maar het moet af. En dat moet netjes, en dat moet correct, en dat moet volgens de regels. En dat is verschrikkelijk fijn in je organisatie als er zulke mensen zijn. Ik heb af en toe aanvaringen met hoogblauwe mensen, maar dat komt omdat ik geel ben. Een paar beelden erbij. Bij blauw, we hebben het er al over gehad, hè, over onze ruimtevaarder. Waarom is die blauw? Wie? Waarom heeft die veel blauw in het profiel? Want stond hij hier niet. Heb je wel eens aan gedacht? Je kan niet presteren in een ruimtestation als je niet gehoord bent. Dus. Helemaal goed. Ja, hij is 15 jaar lang getraind in het uitvoeren van procedures. Hij kent ze uit zijn hoofd, ze zitten in zijn ruggenmerg, ze zitten in zijn tenen. 15 jaar lang getraind in allerlei omstandigheden. In gevaarlijke omstandigheden, onder water, in de woestijn, in alle gekke omstandigheden. Dat jij je procedures maar uitvoert. Want als je daarboven bent, wat er ook gebeurt, jij moet die procedures uitvoeren. Ik heb niet uitgerekend wat het kost per minuut zijn werk. Maar dat... En als jij dan, je moet ook avonturier zijn, je moet het graag willen. Maar als hij geen blauw in zijn profiel had gehad, had ik nooit gehaald. Had hij het nooit gehaald. ICT. Los van het feit dat de ICT-wereld de klant meestal niet begrijpt. Moet alles wel volgens orde en proces gaan, anders dan draai je de programma's niet. En je hebt het al genoemd, hè? Marcheren, hè? En dat voorbeeld, ik vind het zo intrigerend. Ik heb er een filmpje van gevonden, van dat marcheren. En dat wil ik jullie graag laten zien. Ik vind het heel fascinerend. Maar als je... Veel blauw. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Toch? Beeld bij blauw. Gaan we door naar oranje. Komen weer die termen terug die we ook bij Richard hebben gehad. Ondernemend. Kansrijk. Resultaatgericht. Iets willen neerzetten. Dat is je ik willen laten gelden in termen van resultaten. En dat mag best ook samen met anderen. Graag ook best met een team.
graag ook met elkaar, maar het resultaat is het belangrijkste. Altijd het resultaat is het belangrijkste. Beelden erbij. In plaats van muziek, moet je het wel doen. Niet? Dit schiet niet op zo, hè? Wat heb je het liefst? Een rode of een groene reactie? Wat een klerenzooi, joh. Kom op. Geef me even een andere, maar dat werkt toch zo niet? Hier, nu. Nee, hij zit er niet in. Zal ik het groen doen dan? Ah joh, kom. Ik snap dat het allemaal wel eens mis kan gaan. Maar ja. Ja? Voel je er wel niet vervelend bij dan? Ook? Hij zit er weer in? Ik kan weer verder dan? Nee, hij zit er echt niet in. Hij zit er niet in? Nee. Heb je een ander dan voor mij dan? Hé? Hey. Zelf een knopje duwen. Ga jij ook een knopje duwen? Ja! Kijk, de groene manier werkt al goed. Nou, je ziet het, hè? Succes, deal sluiten. Ik wil wedden dat hier best veel, en zeker bij de adviseurs, veel oranje in de zaal zit. Resultaten boeken, maar wel graag op de goede manier. Goed voor de klant. De klant wil ook graag resultaat. Die wil een goede hypotheek hebben, waar die een goed gevoel bij heeft. Waar die financieel goed mee zit, waarbij die zich niet een strop om de nek legt. Goede resultaten. Fantastisch. Als dat er niet is, dan wordt het misschien wel een beetje rondsoppen. Ja, dan gaan we weer. Ik pak het volgende filmpje. Wacht, anders dan gaat het te lang duren. Dit is het filmpje waar je ook een beetje om kan lachen, denk ik. Als je maar resultaatgericht bent, dan doe je er alles voor om dat resultaat te bereiken. Dat noemen mensen soms wel eens creatief. Hij is creatief, ik noem dat vindingrijk. Als het zo niet lukt, dan weet ik nog wel een weg om het wel voor elkaar te krijgen. Graag in samenwerking met jullie klant, klant in samenwerking met de adviseur, met de bank. Hoe vinden wij de juiste weg? Dit is een ludiek filmpje wat dat illustreert. Kijk en geniet. How much do you qualify for this job? Vindingrijk, resultaatgericht. Ik vind hem prachtig. Helder, oranje, alweer een extra verdieping erin. Dan gaan we naar groen. Zoals jullie al gemerkt hebben, groen is betrokken op de ander. Begrijpen. Empathie. Gevoel. Iemand die veel groen in zijn profiel heeft, die wil ook best wel graag begrepen worden. Houdt niet van conflict, wat zo bij rood bijna vanzelfsprekend is. Dus rood en groen bij elkaar, dat is best wel eens spannend af en toe. Sociaal, samen, team, allemaal van dat soort woorden. Mensen die het prettig vinden om samen te werken met al die andere mensen. Soms een heel gedoe hoor. Ik heb een stelling, samenwerken, hè? Samenwerken. Als het niet hoeft, hè, moet je het niet doen. Wordt het zo ingewikkeld van? Je ziet op heel veel plekken dat samenwerken bijna een issue op zich is. Maar samenwerken, ik blijf even hangen op het woord samen, kan ook heel nuttig zijn. Gezellig is een term dat hoort bij groen. Mijn tweede kleur is groen en ik heb wel eens verwijt gekregen, hou eens op zo gezellig te doen. We moeten nu aan het werk. O ja. Ik blijf hangen op het woord samen. En heb ik voor jullie ook... Ah, dit is een schatje, deze. Toch? Hè? Is toch heerlijk? Ja,
omdat ze wel een shirt aan hebben. Dat is wel jammer. Maar ik had vannacht geen tijd meer om te photoshoppen. Maar ik zal voor de volgende keer zal ik hem een andere kleur geven. Heel goed. Oh, we slaan het filmpje over. Een groen filmpje over samenwerken, dat het toch wel eens heel handig kan zijn. Beeld bij groen, weer versterkt, weer meer beeld bij. Gaan we naar geel. Geel is de kleur van ruimte, van vrijheid, kunnen nadenken, complexiteit, prima. Innovatief willen zijn. Als er een organisatie is die iets wil ontwikkelen, die vernieuwing wil, die het anders wil gaan doen, dan krijg ik daar energie van. Kom ik helpen, vind ik prachtig als adviseur. Ik vind dat geweldig. Maar als een organisatie mij vraagt van wil jij de processen gaan herontwerpen? Nou, dan kan ik wel iets van geel in kwijt, maar processen, dat is mijn ding niet. Vandaar dat mijn werk ook gericht is op nadenken over en werken met mensen. Geel en groen. Ik wil graag nadenken over hoe ik dingen anders kan doen, hoe ik dingen beter kan krijgen en dan gerelateerd aan mensen. Dat is ook de reden waarom ik hier sta vandaag. Dat is de reden waarom ik graag een academy wil hebben met de drager Energy Drives. En daar hele mooie programma's mee doen. Dat is mijn geel. En mijn valkuil van geel is ook weer te veel willen ontwikkelen. Ik heb nog voor 2 maanden liggen op een bureau. Daar kan ik me opsluiten en weer nieuwe dingen ontwikkelen. Maar ja, ik ben ook extravert, dus dat hou ik niet vol. Gele beelden. Het mag best een beetje ingewikkeld worden. Ik heb 2 financiële mensen er neergezet. Jan Kees de Jager en onze huidige minister. Dan denk je, die is hartstikke financieel, hè, die mensen. Die zijn hartstikke blauw, toch, die mensen, of niet? Die doen niks anders dan nadenken over hoe ze dingen beter kunnen maken, hoe ze dingen kunnen regelen en hoe ze slechte dingen goed kunnen verkopen. Die zijn dus hooggeel. Ik heb een geel filmpje gevonden. Die het illustreert. En beelden dalen meestal beter in. Hoe gaat geel een probleem oplossen? Ik heb een filmpje van hoe krijg ik mensen van die roltrap af en de trap laten lopen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Daar hebben gele mensen over nagedacht.
Voldoende gele in de zaal om dit leuk te vinden? Jawel, hè? Zeker. Goed zo. Te kwaas. Ik ben bijna, ben nog op schema. 5 minuten. Te kwaas. Turquoise is een vrij recente kleur en turquoise gaat verder. Turquoise pakt het hele wereldbeeld erbij. Turquoise is holistisch. Turquoise is ook best wel idealistisch. Hebben jullie een idee van een turquoise organisatie? Er zijn ook organisaties turquoise. Ja, daar heb je hem. Greenpeace. Er is zelfs een bank die appelleert aan de turquoise drijfveer van mensen. Triodos. Jullie snappen hem al. Ja, Triodos Bank, die appelleert daaraan. En beelden die daarbij horen. Het gaat elke keer over de hele wereld, het wereldprobleem, de wereldbevolking, het milieu. Ik snap het woord tevreden daar niet. Want de wereld gaat op zijn kop, hoe kan je dan tevreden zijn? Tevreden? Dat is een goede vraag. Hoe kun je dan tevreden zijn? Je bent niet in het beeld van... Nee, je bent niet tevreden met hoe het gaat met de wereld, maar je bent tevreden met betrekking tot jezelf. Je hebt geen drijfveer meer om meer geld te verdienen, je hebt geen drijfveer meer om een ander huis. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat... Je wil wel de wereld verbeteren, dus je bent niet tevreden. Ja, in die betekenis heb je helemaal gelijk. Ik vind het tevreden, dat moet je passen. Mag. Heeft u per ongeluk een beetje geel in het profiel? Ja? Een beetje rood. Ja, zie, daar heb je het al. Maar zo, zo moe van. Er wordt tegenwoordig steeds meer aan de turquoise drijfveer geappelleerd. Ik heb een filmpje, nu moet ik halverwege maar even stoppen. Halverwege het filmpje. Coca-Cola, dat kennen we allemaal. Hè? Vanaf 1910 is dat al een mooi product. En dat gaat over refreshing en tintelend en dorslessend enzovoort. En smaak en tasty. Tegenwoordig zien die reclames er anders uit. Ik weet niet of jullie wel eens opgevallen is. Bij cola is dat zo. Dacht ik nu die van Grols te pakken. Dat spreekt misschien nog meer aan. Grols doet dat ook. Hoe zet Grols zich neer? Als het beste merk? Als het lekkerste bier? Als... mooiste fles? Of... Het grappige is, vakmanschap is, appelleert aan paars. Hè? Dan heb ik een filmpje over Grols, en dat is mijn laatste filmpje. En dan zie je dat ze paars beginnen, van traditie, en ze eindigen turquoise. Ze pakken het hele spectrum, zodat iedereen Grols gaat drinken. Let maar eens op. Koninklijke Grols in Enschede is een bierbrouwerij met een historie die teruggaat tot het jaar 1615. En is daarmee een van de oudste en meest succesvolle brouwerijen van Nederland. Naast thuismarkt Nederland is Grols ook actief op een groot aantal internationale drankenmarkten. Sinds 2008 is de brouwerij een dochteronderneming van SAB Miller, een van Nederlands grootste bierbrouwers. Grols is een van de meest milieuvriendelijke bierbrouwerijen ter wereld. Zo behoort zij tot de top van de zuinigste waterverbruikers in de wereld. Daarbij is de brouwerij vrijwel geur- en geluidloos voor de omgeving. En het biogas dat vrijkomt uit de waterzuivering wordt hergebruikt voor het stoken van de stoomketels. Voor Grols is duurzaam en vooral voor het ondernemen een onlosmakelijk deel van haar beleid. De brouwerij ziet dat als haar verantwoording om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De impact van haar ondernemen op het milieu wil zij zoveel mogelijk beperken. Dit alles om de businessmogelijkheden op lange termijn zeker te stellen. Voor haar duurzaam en verantwoord ondernemen gebruikt Grols de MVO-strategie van SAB Miller, waaruit zij 4 speerpunten heeft gekozen. Dit zijn het tegengaan van alcoholmisbruik. Het produceren van meer bier met minder water, het reduceren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. En het optimaliseren, hergebruiken en... En dan gaat het zo nog even door, hè? Het gaat helemaal niet meer over het bier, maar hoe ze het produceren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid. Ter afsluiting, vanmiddag gaan we heel erg in op herken je klant, herken je adviseur, bank... Hoe gaan we dat samen nou eens doen? Hè? Hoe doen we dat nou eens met elkaar? Maar soms straalt de kleur ervan af. Deze mensen spreken jullie niet nu. Je ziet alleen een foto, maar je hebt al een beeld, denk ik. Ik hoef er maar eentje uit te pikken.
Deze meneer hebben we al gehad, hè? Die meneer, daar met die stropdas. Die volgt ook dat SAA-model nog wel eens. En die politici, hè? Ik weet niet of jullie dat weten. Maar die politici, als ze Kamerlid worden... Als ze Kamerlid worden, het nieuwe kabinet is gekozen, ze worden Kamerlid. Dat al die nieuwe Kamerleden, de nieuwe Kamerleden, krijgen 2 weken lang training. Daar merken we allemaal niks van. Dat wordt ook achter de schermen gedaan, maar die krijgen training. Training in omgaan met de pers. Een hele belangrijke. Die duurt ongeveer 1 week. En een training van hoe werkt het hier op de Binnenhof. En last but not least, ze krijgen ook een training in kleuren. Ze krijgen allemaal een training in kleuren, want zij moeten hun achterban weten aan te spreken. En nou heb ik daar een voorbeeld van gevonden. Mevrouw Gerda Verburg, ex-minister Landbouw. En die heeft dat het allerbeste begrepen. Ik heb een zin uit een radio-interview te pakken. Ik zeg, dat is knap. Daar zitten alle kleuren in. Zien jullie ze? Wie? Wie ziet er een kleur in deze tekst? Paars? Waar zit paars? Boerengezin. Paars. Oranje. Oranje? Waar zit die? Bij die efficiëntie. Efficiëntie, is dat niet blauw? Bedrijf opbouwen. Ja, heel goed. Geel. Innovatie. Ze zitten er allemaal in, hè? Ze zitten er allemaal in. Dat is de kunst, hè? Om te praten, te kunnen praten in allerlei kleuren. Aan te sluiten op je klant. Weten wie je zelf bent, weten wat je voorkeuren zijn, weet waar je ergernissen liggen. Daar actief mee omgaan en aansluiten, herkennen van de klant. Vanmiddag 2 workshops. We gaan eerst eens kijken naar ons eigen profiel en dan vrij hardgrondig, want jullie hebben een test gemaakt op een paar mensen na. Daar gaan wij samen naar kijken wat dat betekent. In de 2e workshop, hoe doen we dat? Hoe herkennen we dat dan bij de ander? Dus jullie zien een opbouw, vanmiddag gaan we echt aan het werk. Ik dank jullie voor je aandacht.